Nou, we zijn hier op het nieuwe centraal station van Bangkok. Splinternieuw gebouw. Het lijkt meer op een luchthaven dan op een treinstation. En we gaan vandaag naar Ayutthaya. Het schijnt erg mooi te zijn. We zijn er nog nooit geweest. Maar we gaan het eens even bekijken vandaag. Ja. We hebben twee kaartjes gekocht voor maar 44 eurocent per persoon. Het zijn er niet echt bepaalde lekkerste stoeltjes, hè? Dat is de bedoeling. We kunnen maar hopen dat er geen plaatjes op de rails liggen. Na dit van iets meer dan een uur zijn we aangekomen op het stationnetje van Ayutthaya. Tegenover het station gaan wij op zoek naar vervoer en hebben de keuze uit een fiets, brommer, tuk-tuk of een taxi. Ja, we hebben een tuk-tukje gehuurd voor vandaag. Die brengt ons naar alle tempels die we willen zien. En die jongen weet er ook alles van. Wat zijn de mooiste? Want er zijn er heel veel. Nou, we hoeven het natuurlijk niet allemaal te zien. Dus we willen even de highlights pakken. Ayutthaya is gesticht rond het jaar 1350 en werd in 1765 volledig verwoest door de Birmezen. Ik heb net even een stukje gelezen over wat we nu gaan bezoeken. Maar om een heel lang verhaal kort te maken, komt het er eigenlijk op neer dat het een zootje opgestapelde oude stenen zijn. Dus we gaan eens even kijken. Dat ding staat een beetje scheef, joh, moet je kijken. Kijk, hoe oud is dat? Ja. Die moeder is 84, die staat ook scheef. Nou, leuk. Ja, weet je, het is bijzonder dat het zo oud is. Wat ik straks mooi denk ik vind, is die Boeddha die uit die boom komt. Iedereen die in de toekomst naar Thailand gaat en echt mooie tempels wil zien, zou ik toch echt aanraden om naar Cambodja te gaan en daar een paar dagen de tijd te nemen voor de Angkor Wat. Maar als je naar Cambodja gaat, dan staat alles gewoon nog midden in het oerwoud. En is alles overgroeid en overwoekerd. Bomen groeien overal uit, wortels overal overheen. We zijn er een paar jaar geleden geweest en ik heb er nog wat beelden van, dus die zou ik je nu even laten zien. Nadat we waren uitgetempeld, was er nog de mogelijkheid om een ritje te maken op een olifant. Maar dat wilden we de arme dieren niet aandoen en zijn we met onze eigen tuk-tuk teruggegaan naar het station. Het is leuk als een tuk-tuk, maar als je over de hobbel gaat, dan stoot je je kop. Je knieën zitten zo op de grond. Die bankjes zijn denk ik nou hoger dan 18 centimeter hoog. Sinds wanneer heb jij moeite met 18 centimeter?